Huh? Wie zou dat zijn op dit tijdstip? Hallo? Voor mij? Slechte boeketten zijn zo uit de tijd. Wat voor mysterieus vlees serveren ze vandaag? Nou, dat is een mysterie dat ik niet wil oplossen. Oeh, hallo! Lekker ding alarm. Wacht eens even. Ik denk dat ik hem ken. Fernando? Hoi, Clover. En jij bent zeker Alex. Oh, hij kent mijn naam. Alex, dit is Fernando. We hebben een miljoen jaar geleden gedate. 2 jaar. En toen verhuisde mijn familie naar Zuid-Amerika. En nu ben je weer terug? Vale, ik zie jullie nog wel. Vind je me ook niet ontzettend cool? Ja, maar vind je het niet raar om je ex iedere dag op school te zien? Nee hoor, met mijn enorm drukke sociale leven kom ik elke dag wel meerdere exen tegen. Geschiedenis van Argentinië, de mensen uit Argentinië. Ach, waar is dat boek? Kan ik je helpen? Ik kan een speciaal boek voor mijn schoolproject niet vinden. Alles over Argentinië. Ha, dat is een mooi boek. Maar hier is één waar je nog meer aan zal hebben. Alles over Argentinië en meer. Dit is perfect. Het is mijn droom om de hele zomer in het Andesgebergte door te brengen om de cultuur op te snuiven. Ah, ik heb vele zomers doorgebracht in de prachtige Andesgebergte. Hey, misschien omdat jij zoveel over Zuid-Amerika weet. Ik help je graag met je schoolproject. Dan hebben we een date. Een studiedate. Lekker ding, alarm! Oh, wauw, 2 op 1 dag? Oké, kom op. Ik wil alle details, Sam. Hij is zo slim en bereisd. En hij is lang met ravenzwart haar en hij heeft een ongelofelijke glimlach. Wat een toeval. Dat lijkt veel op Clover's ex die hier net was, toch? Wat? Is Fernando jouw ex? Wauw! Oh, maak je niet druk, want Clover is al lang over hem heen, toch, Clover? Blijf uit zijn buurt. Hij is mijn ex-vriendje. Hij heeft me geholpen met te helpen met mijn schoolproject. Je gaat met hem uit? We gaan alleen studeren. Ja, elkaar zeker. Oh! Ik studeer met wie ik zelf wil. Prima, je mag met de eerste en de beste studeren, maar niet met hem. Fernando is de eerste en de beste. Mijn eerste en beste. Weer ruzie om jongens. Ik weet nog goed dat toen ik jong was er 2 meisjes om mij vochten. Jerry, heb je misschien een fijne missie voor ons of zo? Ja, dit is een grote uitdaging, Super Spies. Mannen uit de hele wereld raken in diepe trance. Misschien door een of andere mug of zo? Ik bespeur een misdrijf en ik wil dat jullie uitzoeken wat voor een. Maar niet zonder jullie gadgets. De Windtunnel 9000 laser tornado haardroger voor Alex. De netwerpende verlengende mascara voor Sam. En voor allemaal de gloednieuwe zachte hangertjes. In geval van nood worden het effectieve gasmaskers. Het is echt heel zacht. Ook tot jullie beschikking staan Woep's gloednieuwe jetset skis. Snel en even stil als een cheetah, zodat jullie niet opgemerkt. Met Sammy? Oh, Fernando! Zaterdag om 1 uur, we hebben een date. Een studiedate. Een studiedate op zaterdag? Dat jij nou niet studeert op zaterdag of iedere andere dag? Dus zo te horen heeft een of andere koerier meneer Bentley knock-out geslagen. Die koerier kan me niet schelen. Zoek uit wie die bloemen heeft gestuurd. Iemand probeert mijn vriend te versieren. Het is toch niet een van jullie, hè? Echt niet? Welke akelige meid zou zoiets nou doen? Wauw, wat een ongelooflijk exotische bloemen.
Wat voor soort is het? Wacht, hij geeft aan, soort onbekend. Ze staan niet eens in het woepbestand. Sneeuw, de zachte hangers! Sorry, maar ik ben gewoon zo. Oh nee! Wacht eens, het is niet de koerier die meneer Bentley apathisch heeft gemaakt. Het waren de bloemen. Dus de bloemen hebben het op haar vriend voorzien. Stuif maar raak, maar jij komt met ons mee. Dat is niet helemaal normaal, hè? Pak hem! Kom maar hier, we gaan alleen maar een fijn reisje naar het lab maken. Waar ze je blaadjes er één voor één zullen uitdrukken. Verstrikt. Chair, we hebben twee verdoofde mensen en een paar rotbloemen die kunnen worden opgepikt. Clover, het gat in je hand is nog nooit zo klein geweest sinds het grote winkeltassentekort van afgelopen zomer. Oh, ik maak me gewoon zorgen om dat meisje dat het nu zonder haar vriendje moet doen. Of maak jij je zorgen om jezelf nu het zonder Fernando moet doen? Niet. Omdat hij op studiedate met Sam is, betekent nog niet dat... Clover! Hi! Ah, mooie studiedate. Dit ziet eruit als een echte date. Nee, kijk. Ik heb zelfs mijn boeken mee. Ik was net dit aan het bestuderen. Zuid-Amerikaanse binken? Ik weet genoeg. Misschien hebben Bob en Daag genoeg gestudeerd. Wij gaan morgen verder tijdens lunch, liefie piefie. Ah, wat schattig. Hij noemt je liefie piefie. Ah, zo noemde hij mij altijd. Goeiedag, superspies. De bloemensoort die jullie mij gestuurd hebben is een onbekende kruising van drie giftige tropische bloemen. De Narcissus comatosus, de rozige schade en de Acacia kokhalsbloem. Wie zou er zulke bloemen willen kweken? En waar? De meeste tropische bloemen groeien maar in één deel van de wereld. Als we nou eens uitzoeken waar ze allemaal kunnen groeien. Oké, geef me de gebieden waar de bloemen kunnen groeien. Ze kunnen alle drie maar in één klein gebiedje groeien. Dat is ons eiland. Daar is het! Het ziet eruit als een vet tropisch eiland. Behalve die giftige spugende bloemen. Hé, hey, we zijn hier aan het jetskiën. Hallo! Zeker dat dit het juiste eiland is? Ik zie hier geen stinkbloemen groeien. Misschien hadden we de afslag Hawaii moeten nemen. Wauw!
Dit moeten de bloemen zijn die ze voor de kruising hebben gebruikt. Zo te zien zijn ze van plan om nog veel meer mannen uit te schakelen. Volgens mij is dit de kokosbloem. Misschien vinden we het antwoord daar. Die rustieke buitenkant was gewoon een soort van camouflage. Oh! Wacht. Ga je de netwerkverlengende mascara gebruiken? Nee, dit is mijn gewone mascara. Van de operatie hebben gevonden. Dan moet dat het hart zijn. Wacht, ik heb die van jullie ook nodig. Heb je 3 X-powders nodig? Nee, dit is mijn gewone poeder. Ik ben ook wel eens creatief. Dit laserreflecteerding heeft toch ook wel eens niet zijn ding gedaan? De truc is om meer dan 1 spiegel te gebruiken. Make-up. Daar kun je altijd op vertrouwen. Wat zijn al die rode lampjes? Kijk, dit is een of andere lijst. Hé, daar is meneer Bentley. Het is de lijst met alle mannen die bedwelmd zijn door die bloemen. Haal die planten van ons af en laat ons gaan. Willen jullie nu al vertrekken? Ik wil er niets van weten. Laat ik me even voorstellen. Violet Vandervliet, botanica van de 21ste eeuw. Dat wisten we al. Jij wilt zeker de beschaving vernietigen met je stinkbloemen vanwege het regenwoud. En dan kun je in je luxe tuinhuis zitten en de wereld regeren, toch? Mis. Leuk geprobeerd. Ik wil niet de hele beschaving vernietigen, maar de helft. De mannenhelft. Fernando! 5 jaar geleden was ik verliefd op een fantastische man. Die me gedumpt heeft voor een ander. Weten jullie wel hoe dat voelt? Een beetje wel, ja. Ik heb gezworen dat ik het hem op een dag betaald zou zetten. En dat heb ik gedaan met de Viola Vandervlietes. Jij hebt dit allemaal gedaan voor 1 man? En al die andere mannen dan die je hebt bedwelmd? Oh, die hebben me ook gedumpt. Wauw, zo te horen heb je een paar relatietips nodig. Maar het betreft niet alleen mij. Er zijn veel meer boze gekwetste vrouwen. En we willen allemaal wraak nemen. Ja, zo is het, dame. Ik bedoel, dit kun je niet zomaar doen. Oh, kijk maar eens. Ik begin met 3 prachtige, giftige bloemen. Injecteer een beetje plantenvoedsel. Ha! En voilà, het viooltje Vandervlietes. En het kan ook bijtende doornen schieten, een mannenhoofd doorslikken en zuur van 2 meter afstand schieten. Het kan zelfs zichzelf laten bezorgen. Met een stukje DNA kan het iedereen overal opsporen. Maar dat is niet eerlijk. Wat als je een onschuldige man treft? Er zijn geen onschuldige mannen. De man die nog geen vrouw heeft gedumpt, zal het ooit nog eens gaan doen. Dus ik zal ze allemaal pakken. En jullie kunnen een belangrijk onderdeel van mijn strategie zijn. Ik weet dat jullie dat ook willen. Nee, nooit! Oké, nee, nooit! Breng ze naar het botanische lab. Misschien kunnen ze meedoen aan ons laatste experiment. S-
Sneller, sneller. We kunnen onze ex-vriendjes toch niet laten wachten. Ik haat het om een proefpersoon te zijn. Oh, wat is dat prachtig. Wij hebben jetskis. Er is iets wat ons tegenhoudt. Nee! Hey, dit kan wel eens een nieuwe extreme sport worden. Dat had je gedroomd. Ja, tot ziens, Spice. Lieve stinkbloemetjes. Zachte hangers om. Er zit een vies luchtje aan dit cabinepersoneel. Zijn voor onze volgende missie. Ja, deze is nog niet voorbij. Huh? Het is gedaan met jullie spelletjes. Dit lijkt toch echt meer op werk. Ik ben jouw schepper. Laat me los. Val hem aan. Wat is er aan de hand? Het is die bloem die ze gemaakt heeft. Hij moet haar DNA hebben. Nee! Als Woep geen tegengif had gehad, was mevrouw Vandervliet zelf slachtoffer geworden van haar eigen creatie. Maar nu gaat ze een tijd doorbrengen in een fijne, gezellige gevangenis. Hé, hey, waarom zijn al die grasmaaiers hier? Tijd om mevrouw haar laatste oogst des onheils te maaien. En willen jullie soms helpen? Veldwerk? Sorry, dat staat niet in onze cao. Mazzel! Blijf je vanavond thuis? Ik dacht dat je weer zo'n studiedate had. Clover, onze vriendschap is veel belangrijker dan een of andere stomme jongen. Fernando is dus verleden tijd. Sam, je hebt hem opgegeven voor mij? Oh. Oh. Kijk eens wie er vanavond tegenaan gaat. Oh, het stelt niets voor. Ik heb alleen maar een studiedate. Ik kan niet wachten om hem te zien. Bloemen? Oh, echt waar?
Fernando? Liefie Piefie. Liefie Piefie. Is Fernando je studiedate? Ja. Eerst gaan we in een leuke bistro studeren. Dan gaan we multiple choice vragen oefenen. En dan gaan we elkaar overhoren aan de bar. Jullie vinden het toch niet erg, hè? Studeren, shoppen, zonnebanken, spioneren. Hoe moet een meisje van nu dat allemaal klaarspelen? Met Semmi-schema 2.0. Het programmeert je hele dag. Als je kapsel highlights krijgt, kun je een date bij maanlicht plannen. En als die date niet zo geweldig is, heeft Semmi-schema 2.0 419 excuses om het kort te maken. Zodat je om 9 uur in het centrum kunt zijn. Excuus nummer 352. Sorry, ik moet mijn hond feunen en mijn haar uitlaten. Volgens mij zit er nog een virusje in.